waves, let them crash down on me. And you showed me the way. The best things in life are free. We didn't know. Yeah. Lieve vrienden, die is mooi, hè? Ik heb hem maar even vastgebonden aan een stokje, want hij hing nou helemaal tegen de muur op. Dus ja, nou hangt hij vast aan een stokje. Lang zal Kokkie leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. En lang zal Kokkie leven, lang zal Kokkie leven, lang zal Kokkie leven. Ja, lieve vrienden, die is mooi, hè? Ik heb hem maar even vastgebonden aan een stokje, want hij hing nou helemaal tegen de muur op. Dus ja, nou hangt hij vast aan een stokje. Voorzichtig vastgebonden. Maar in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En ja, het is alweer een vrijdag. Het is de 26e van de 5e 2023 en we leven al reeds om 3:15. Ja, dat ik draai jullie weer eventjes om. Even kijken hoe we dat ook weer hebben moeten. Zo ja. Zo. Klepje even omdraaien. Zo. En dan zien wij. Ik jullie weer en jullie mij weer. Nog even wat wegklikken. Zo. Ook lag er een pakje in de brievenbus en die heb ik al opengeknipt. Wat erin zit, ik weet het niet meer. Ja, je weet mijn stijl, je weet waar ik van hou, gek doen, dus ja, dat dus. En het zijn oorbellen, ik denk zo gelijk niet, want ik heb nog geen oorbellen, nee, want ik zag ineens dat mijn plan die Amaryllis tegen de muur ophing. Ik denk, oh jee, is dat mee aan de gang. Dus ja. Mijn maag die is weer een beetje verstreken. En waarom? Ik weet het niet, hè. Ja, ik denk dat ik aan die medicijnen moet wennen. Maar het maakt niet uit. Ik heb in ieder geval van de grootste problemen geen last meer. Ik noem maar van kleine probleemetjes. En ik heb vannacht amper een oog dicht gedaan. Dus daardoor ben ik weer laat uit bed. Oh, jawel. Oh, die doen ze tegenwoordig los erbij. Ik vind het nou ook zo leuk. Even kijken hoe ik dat moet hebben. Ik hoop dat jullie dat zien wat dat is. Het is een zilverkleurige geraamtehand met een zwart roosje erop. Dat is gelijk in. Maar dat moet je mij hebben, hè? Ik wist niet eens meer dat ik deze bestel had. Deze is lang geleden. Nou, hier is een slootje. Die doen ze er los bij. Wel een beetje onhandig. Want ze zijn zo klein. Zo. Nou, die erin. Echt wel leuk. Leuk, hè? Ja, echt wel. Zo. Nou, zak hier even om me bewaren. Ik weet het nog even niet. Ja,
Ik heb een kleine mededeling van huishoudelijke aard. Jullie kennen zo langzamerhand wel Corre Beck en zijn zoon Kokkie. Kokkie, ja, die is helaas verdrietig, wil ik zeggen. Invalide, die is rolstoelafhankelijk, maar ach, dat kan de pret niet drukken. Maar een hele grote, dikke pluim naar Cor, want Cor die verzorgt hem toch wel. Een volwassen jongen die het niet alleenig kan. Dat Cor die doet alles zelf. Maar Kokkie, onze Kokkie, die was gisteren jaar. Ik weet weliswaar niet hoe jong oud hij is geworden, maar ik wist dat niet. Ik kreeg het gisteravond pas te horen en toen lag, meende ik Kokkie al op bed dat ik het bericht zag. Dus ik ga zo meteen even zingen voor Kokkie, maar ik zit ook met een snoepje in mijn mond. Dus ik wil dat straks als ik terugkom, ga ik dat doen. Ik ga nou eerst mijn meisjes uitlaten. Dus ja, ik ga straks dus voor onze Kokkie zingen. Speciaal voor Kokkie, dus ook zijn naam komt in de vlog voor, in de titel. Dus ja, helemaal geweldig. Hij was dus 25 mei jarig. Dus degene die Cor Beck, B-E-C-K, wilt feliciteren op Facebook, kan dat. C-O-R, zijn voornaam. En zijn achternaam B van Bernard, E, Eduard, C, Cornelis, K, Karel. Dat is zijn achternaam, Beck. En zijn zoon heet Kokkie. Maar ja, Kokkie zal zelf niet reageren, dat doet ook Cor. Dus ja. En hij zit ook niet in de 50-plus Kokkie, zover ik weet. Maar Cor wel. En anders zoek je Cor zelf maar op. En dan feliciteer hem maar met zijn zoon. Ja, dat zullen ze leuk vinden en op prijs stellen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook een beetje met ons mee. Ik ga nou eens de honden uitlaten. De meisjes, Rijka en Elwing. En als ik terugkom, dan zal ik voor Kokkie gaan zingen. En ook nog een vraag van Mirjam beantwoorden. Dus dat komt helemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks. Zo, lieve vrienden, ik ben met mijn meisjes weer thuis. Maar ik heb mijn jas nog aan, want ik moet toch nog wel eerst even weg. Ik moet nog even stofzuigerzakken halen. Ik ga niet vloggen onderweg, want ik wil ook proberen ergens, weet ik veel waar, een short te maken. Dus ik heb mijn telefoon, mijn mobiel sowieso nodig. Mijn tas, ja, er zitten meerdere dingen in. Dus ik heb mijn ding is mijn camera niet bij. Ik moet medicijnen halen. Dat zijn ook allemaal nog dingen waar je niet kan filmen, niet mag filmen, niet behoort te filmen. En dat ook tegen mijn eigen borst aanstuit. Dus ja, dat doe ik dus niet. Dus ja, en mijn mobiel die hek nodig voor andere dingen. Dus die kan ook nou niet in de houder. Dus I am sorry. Ja, maar het komt wel weer goed. Ja, ik kom vanzelf wel weer thuis en dan pak ik jullie er wel weer bij. Ik zou zeggen, tot straks. Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis en het is, het mag allemaal mooi weer wezen. Maar als de zon verdwijnt achter een wolk, is het koud. Op verkeerde hoeken, het is maar net waar de wind al vandaan komt, dan is het koud. Ik ben blij dat ik weer thuis ben. Ja. Ik heb een cadeau gehaald voor mijn lieftallige broer. Die zit in die tas. Ja, alsjeblieft, jullie zien hem nou. Wat erin zit, ja, dat ga ik nou niet vertellen, nee. Ook heb ik stofzuigerzakken gehaald, want dat moest ik ook doen. En ik heb mezelf een nieuwe jurk gegeven. En er komt ook nog een nieuwe jurk per post aan. Maar ja, ook dat moet je kunnen doen. Ik ben tenslotte andermans jarig en dan mag ik me best ook weer daarmee verwennen. Maar ook willen de hondjes verwend worden. Kijk nou eens. Even het klepje omdraaien. En daar heb ik gewoon theebiscuit in. Ja? Dat vind ik heerlijk. Ja, die vindt het ook lekker, maar die wil in stukjes. Hè? Ja, moet in stukjes, hè, meisje? Ja, allemaal kleine stukjes. De ene keer pakt ze het wel aan en de andere keer niet. Ja, dat ligt op de grond, komt straks wel.
En die pakt het gewoon zo aan. Oh, ben ik ingezoomd? Ja. Even wachten. Even uitzoomen. Kan gebeuren, foutje. Bedankt. Geweldig. Dat heeft wanneer je hem verkeerd vasthoudt. Ik moet jullie omzien te draaien. Ja. Zo. Dan heb ik er geen problemen mee. Kijk, nou heeft ze het op. En die pakt het aan. Goed zo. Pak jij nou ook nog aan of niet? Goed zo. Alsjeblieft. Omdat jullie zo lief zijn. Mag ik de deksel nou op mijn bureau zeker? Ja. Lekkere meisjes. Zo lekker, hè? Ja. Ik ga straks lekker broodje eten. En ik heb nog wat over van het Chinese eten. Dat doe ik er lekker bij. Dat ijsspul. Lekker. Maar ik heb eerst een bakje koffie. Ja. Dus ja, dus ik heb ook gemorst. Zie ik aan de zijkant. Nou ja, maak ik straks wel schoon. Ik ga jullie weer omdraaien. Blijf aan draaien, maar dat maakt allemaal niet uit. Ik zet jullie neer. Ook is mijn lieftallige dochter onderweg weer naar Den Helder toe. Ze reden net bij Alkmaar, bij het stadion van Alkmaar. Dus ja, helemaal goed. Maar ik zal gaan zingen voor Kokkie. Dus lieve Kokkie, ga ervoor zitten. Zet je schrap, want of ik zingen kan, dat weet ik niet. Vroeger wel, maar ja. Naarmate je ouder wordt, gaat je stem ook veranderen. Maar in ieder geval, lieve Kokkie, daar gaan we. Lang zal Kokkie leven, lang zal Kokkie leven. Lang zal Kokkie leven in de gloria, in de gloria. In de gloria. En lang zal Kokkie leven, lang zal Kokkie leven. Lang zal Kokkie leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiepediep, hoera, hiepediep, hoera, hiepediep, hoera. Alsnog, lieve Kokkie, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En nog vele jaren erbij in goede gezondheid. Ik hoop dat je dat leuk vond, lieve schat. En ja, we zien elkaar niet. We spreken elkaar verder niet. Maar je kan me ten alle tijden bereiken. Dus ja, je weet op wat voor manier. En dat is op Facebook. Ja, toch? En nou gaan we naar onze Mirjam. Want ja, jij en papa, die zouden nog aan vragen gaan bedenken. En die heb ik nog niet binnen. Dus ja, ik hoop dat ik ze vandaag binnenkrijg. En anders ja, heb ik geen vragen meer. Wel van Mirjam Eleveld heb ik nog één vraag. En daar staat, heb je wel eens gedacht om weer blond haar te nemen? Vraagt Mirjam. Jawel, maar daar heb ik nog geen zin in om mijn eigen kleur weer te nemen. Want dat is mijn eigen kleur, hè? Ik ben wit. Spierwit, zei de kapper. Ja, spierwit. Oké. Menig een wil die kleur hebben, die verf en die kleur. Ja, deed ik vroeger ook dat ik nog donkerder was. Maar nu? Nee, ik wil juist een eigen kleur hebben waar je niet mee wordt geboren. Dit is nou heel diep, diep rood met zwart. Nou, wie wordt er geboren met diep, diep rood en zwart? Geen één. Je wordt of zwart geboren of inderdaad diep rood geboren, want dat bestaat wel die kleur. Dat je ermee wordt geboren, maar niet en. Dus ja, ik wil dat nog niet. Wie weet ooit eens een keer, als ik oud en versleten ben, ben ik nog niet. Nee. Dus ja, lieve schat, ik heb nog geen zin erin om mijn eigen kleur te behouden. Nee.
Er komt, wie weet, ooit eens een keer wanneer ik nog eens een keer een paar jaar ouder ben. Dat ik dan zeg van, bekijk het maar. En dan kan het ook best wel dat ik dan ook niet meer make-up op doe. Dat weet ik allemaal nog niet. Dat zie ik dan wel. Ik leef nu en niet over in de toekomst. Nee, ik leef nu en daar ga ik vanuit van het nu. En ik zie het allemaal positief in. Ik leef, tenminste, dat probeer ik, laat ik het zo zeggen. Ik ben wel eens boos, natuurlijk. En dat is dan niet positief, het boos zijn. Maar wie is dat momenteel? Niet en vooral op, mensen zoals die lui, die ratten in Den Haag. Laat ik ze zomaar benoemen. Dan weet jij wel wie ik bedoel. Dus komt wel goed. Maar ik hoop dat deze vraag goed is beantwoord voor jou. Ik heb er gewoon nog geen zin in. Ik wil dat nog niet. Ik ga gewoon lekker gek doen. En ik ben ook een gek mens. Ik ben een heks. Ik heb ook nou weer die oorbellen erbij. Nou, ik ben er helemaal wauws mee. Ik kreeg al een compliment bij de winkel. Oh, wat leuk. Wat leuke oorbellen. Ja, leuk hè. Geweldig, ja. En ik heb natuurlijk weer een hele mooie nieuwe jurk gekocht. Die ga ik jullie zo even laten zien. Als, ja, wat moet je? Wat moet je? Wat moet je? Ja, kom dan. 1, 2, kom dan. Kom dan. Nee, nee. Moet je niet? Moet je echt niet? Nou, dan niet. Blijf je daar toch? Ja. Ik ga hem even pakken. Ook heb ik stofzuigerzakken gekocht. Die laat ik ook op. Ja, dan moet je dat ook halen. En ja, er moet wel een topje onder. Want anders heb je misschien inkijk. En dat moet ook maar weer niet. Ga je even fietsen stelen? Ik moet even staan. Het is een lange jurk. Even andersom. Zo, een lange jurk. Ja, en dat ik ben er weer helemaal wauws mee. Enkelt, ja, het is, nou ja, hoe noem je dat? Hij is gevoerd, zomaar gevoerd. Er zit een voering in. Ook in de rokgedeelte, er zit een korte rok in. Dus ja, daar ben ik wel weer blij mee. Eindelijk weer eens een keer voering. Vervoren is die gevoerd van achteren weer niet, maar dat is ook niet nodig. Van achter is die dus doorschijnend. Maar ja, het maakt niet uit van achteren, als het maar vervoer wel goed is. Nou, en dan heb je de veehals. En ja, ik zeg dan op mijn beurt, er moet een topje onder. Ja, dat wel. En dan kun je van alles onder. Ja, ik heb misschien ook wel de blauw, ja. Dus we zullen het zien, hoe en wat. En dan de zwart. Zwart staat overal bij, hè. Dus. Dat gaan we gewoon eens even bekijken. Hoe en de watters. De tasje. Moet toch naar boven. Oh, hier. Ik ben er helemaal weer blij mee. Lieve vrienden. Zo, wat was jij met je grote neus, hè? Ik zet het weer even op tafel. Zo, en een stok weer ophangen. Mag ik erbij, schat? Dankjewel. Dus ja, ik denk dat ik het zo weer netjes heb verwoord allemaal. En ja, ik denk dat ik het toch wel zo voor elkaar heb gedaan. Maar ja, het was jouw persoonlijke smaak dat ik het weer blond heb. Ja, dat is ieder voor zich, lieve schat. Ja, dus. Maar ik hoop dat ik weer ook van jou nieuwe vragen ga krijgen. En dan kan ik ze allemaal weer opslaan. Ik ga eerst even verzamelen. Dus als ik vandaag één nieuwe vraag krijg, dan zet ik die er neer. En dan krijg je er morgen niet gelijk antwoord op. Nee, ik ga eerst weer een aantal verzamelen. En ja, ik hoop dat Cor ook met vragen komt. En ja, misschien dat er dan nog meer willen. Ja, ik heb ook al een paar keer gevraagd hoor. Kom op met die vragen. Maar ook
ik heb wel eens een vraag en die worden ook niet beantwoord. En daar baal ik ook van. En net zoals onder de heldenaren, er zitten zoveel heldenaren ook naar mijn vlog te kijken. Jutters. Wie wilde mij helpen? Ja, dat met die tuin op te knappen. Ik krijg er nooit geen antwoord op. Nee, en daar baal ik van. Ja, ook al zijn er het kinderen die zitten te kijken en hun vaders hebben niks te doen en hun vaders die kunnen, of hun oudere broers, ja, en ze hebben niks om handen en ze willen wel wat doen. Nou ja, laat ze maar komen. Ja. En dus, maar oké, maakt allemaal niet uit nu. Ik ga mijn koffie opdrinken en ik moet een vlog in elkaar zien te zetten. Ik moet mijn camera leeghalen, ik moet mijn telefoon leeghalen. Want anders kan ik niet eens wat doen. Nee. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Smakelijk eten, bon appetit. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En voor later op de avond uiteraard welterusten, slaap lekker met mooie dromen en morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Dus ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei!